Een TEDx Almere, een heel goed idee en een gek idee. Ik hoop dat ik allebei mag presenteren. Growing Greenhouses. Het past uitstekend bij het motto van de stad Almere die ik de afgelopen maanden mocht ontdekken. Growing Green Cities. Wie bedenkt zoiets? Wij hebben hier het idee, de letterlijke invulling van dit idee, namelijk een Growing Greenhouse. Maar Growing Greenhouses is meer dan een letterlijke invulling van het ambitieuze motto. Het is ook een nieuwe manier van verbinding tussen burger en beleid. En met hele dikke en deftige woorden, bioparticipatieve gebiedsontwikkeling. Ik herhaal het nog, want ik heb het heel vaak geoefend. Bioparticipatieve gebiedsontwikkeling. Maar met heel gewone mensentaal, wat we eigenlijk willen, is burgers, mensen, organisaties, uiteindelijk allemaal mensen, vanaf dag 1 met elkaar verbinden om in 2022 hier Almere niet alleen lokaal tot een hotspot van Nederland te maken, maar ook internationaal op de kaart te zetten. Eén ding kunt u mij geloven, ik heb de afgelopen maanden ontdekt dat Almere veel te bescheiden, veel te vaak het kleine zusje van Amsterdam genoemd wordt. Maar wat is Growing Greenhouses? We hebben met de Hogeschool van de Kunsten in Utrecht hebben studenten dit idee gepresenteerd gekregen en zijn aan de slag gegaan met een heel leuk filmpje. En nu even, oh daar, moment. En nu moet er eigenlijk een filmpje komen. Techniek. Lukt niet? Oké, nou dan verwijs ik even heel kort en krap naar onze website www.growinggreenhouses.wordpress.com. Daar staat het filmpje. Waar het eigenlijk om gaat, is het letterlijk planten van een gebouw met levende structuren, met bomen. Het klinkt een beetje gek, maar het, het is eigenlijk ja, echt dat letterlijke planten van boompjes. En dan niet een klein prieeltje, wat iedereen welkom in zijn tuintje kan doen. Maar wij zijn heel erg ambitieus, want wij willen natuurlijk Almere op de kaart zetten. En wij willen die verbinding, dus daar komen we niet weg met een klein prieeltje. Maar er is nog iets leuks wat ik ook ontdekt heb. Dat is dat Almere ook nog de educatiestad van 2013-2014 is. Met dank aan de studenten uit Utrecht, die hebben dat uitgezocht. Maar dat betekent eigenlijk naast dat letterlijke project, daar laat ik zo hele mooie foto's zien, hoort natuurlijk tot 2022, hebben we nog een aantal jaren, ook een proces daarbij. En dit proces kenmerkt zich door verbinding, educatie, kennisuitwisseling. En nou, dat proberen we eigenlijk met heel veel partijen inhoud en vorm te geven. Wat is Growing Greenhouses? Ik laat een paar voorbeelden zien. Maar, andere kant. Dit gebouw is in 1970 in Duitsland geplant. Dat was een Landesgartenschau, is heel erg vergelijkbaar met een Floriade. Dit gebouw wordt nog steeds, dus 40 jaar na dato, jaarlijks heel vaak gebruikt voor concerten, bijeenkomsten, huwelijken, kinderfeestjes, noem het maar op. Ik vond dit heel erg indrukwekkend toen ik het voor het eerst zag. Maar als je veel meer gebouwen ziet wat er allemaal al gebeurt, internationaal, dan vind je dit leuk. Maar daar gaan we niet voor. Wij gaan voor misschien een beetje deze kant op en dan iets hoger. Het grappige is dat het planten van gebouwen helemaal niet nieuw is. Al eeuwen geleden hebben mensen heggen, planten, bijgesnoeid, vormgegeven. Te zien is dat vaak nog in Engelse kasteeltuinen onder het mooie woord tree shaping. En er zijn ook in Berlijn hele leuke festivals, tree shaping meets urban farming. Dus het is allang niet meer dit kasteeltuinachtige.
In Amerika is Mitchell Joachim bezig met hele futuristische gebouwen die al bijna aan kunstmatige vleismuren gaan. Maar in Duitsland is aan de Universiteit van Stuttgart is binnen de architectuur een discipline ontstaan die noemt zich bouwbotaniek. En inhoud daarvan is eigenlijk het bestuderen en onderzoeken en toetsen van levende structuren. Kijken, dus eigenlijk met ouderwetse tools, namelijk vanuit de bouwkunde, berekeningen maken van eigenlijk onbeheersbare processen. En dan worden draagkrachten en trekkrachten en ik weet niet wat nog van anderen allemaal voor krachten berekend. Maar ze gaan ook verder. Ze gaan het ook realiseren. En dat is een vrij jonge professor, Ferdinand Ludwig. Ik noem hem even omdat ik daar heel erg onder de indruk van sta dat hij dit mag doen en dat hij ook ondersteuning krijgt vanuit de wetenschap. Zo heeft hij een toren geplant, meerlaags, in 2009 en die groeit nu. En wat er vervolgens gebeurt, is dat die takken van die bomen, die worden ingekerfd. En die vergroeien met elkaar. En dat worden zo sterke en constructieve verbindingen, dat dus die hulpconstructies, die verdwijnen na een tijdje. En dat die levende structuren maken een gebouw. Daar rechtsboven, die brug, dat is ontzettend leuk. Dat is in een park hebben ze een brug gebouwd. Maar het leuke is dat dat dus ook heel actief gebruikt wordt. En die brug natuurlijk meegooit. Dus dat kind wat er nu loopt, dat kan binnenkort rechtop daaronder doorgaan. Ja, ik vind het wat hebben. Hier linksonder staan voor die techneuten die alles veilig moeten hebben. Dit zijn van die constructieve verbindingen en dan niet alleen tussen takken, maar ook met metalen en andere materialen. Hier worden berekeningen gemaakt en niet alleen houdt dat wel, maar het gaat ook om de boomsoort, de locatie, de weersomstandigheden, de zorg of in professionele termen onderhoud. Dit is de manier en daar wordt onderzoek naar gedaan. Nou, dat vind ik erg indrukwekkend. En rechts is ook een paviljoen wat in een park geplant is en ook echt actief door groepen gebruikt wordt. Dit komt een beetje de kant op waar wij naartoe willen met Growing Greenhouses. Wij willen namelijk het liefst natuurlijk in Almere, in het kader van de Floriade en de ambitie van Almere, ik kijk dus bewust hier naartoe, meer laags bouwen. En wij bouwen natuurlijk niet, wij planten. Maar het leuke is hier dus een beetje, ook is die foto niet heel erg duidelijk, maar hoe dat tot stand komt. Je plant dus op de begane grond, je hebt een hulpconstructie, je plant weer op de eerste verdieping, op de tweede verdieping. En je zorgt ervoor dat die takken goed met elkaar kunnen vergroeien. Het gaat ook een beetje richting biomimicry, waar ook heel veel nog potentie in zit. Maar wat we eigenlijk willen, ik heb nu heel veel over dat project gesproken. Wij willen een plek planten die mens en natuur in de stad samenbrengt. Wij willen letterlijk invulling geven aan Growing Green Cities, door dat met planten te doen. En wij willen eigenlijk een hotspot creëren in Almere, terwijl ik weet dat er heel veel hotspots al zijn, maar wij willen de hotspot voor 2022. En dat alle mag niet te zeer in de geitenwolle sokken, nee. Eén ding. Als ik één ding zie en als ik naar deze ontwikkeling kijk in Amerika en in Duitsland, is maar één manier om dat te doen en dat is op een hippe en coole en vetcoole manier. Dat heb je dan als moeder van 5 kinderen om het toch maar weer op te geven. Je hebt die tieners thuis, die zeggen, wat ben je nu? We hebben een kernteam gevormd. Verder zijn we niet, want het is echt tot nu toe alleen een idee. Een van onze architecten uit het team, Ralf van Tongeren, heeft zich meteen laten inspireren door dit gekke idee en is aan het tekenen gegaan. En dat was natuurlijk nog in november, waar we heel weinig wisten van Almere. Dus dat een groene kathedraal is, wisten wij dat dat bestaat. En die groene kathedraal hebben wij gezien,
dat is een kunstwerk. En ook daar waren wij heel erg onder de indruk van. Maar wat wij willen is een gebouw met een functie, een ontmoetingsplek in het midden van de stad. En ik hoop dat er nog een stukje braakliggend terrein is. Dit kent iedereen, denk ik, uit Almere, de Floriade. Wij vinden dat Growing Greenhouses hier middenin hoort. Ook, en dat is dan een technische uitdaging, hebben wij begrepen dat dat hele terrein nog aangelegd moet worden en dat een parkeergarage onderkomt. Maar dat is techniek, dat lossen we op, dat kan Nederland. Ik wil even op dat proces terugkomen. Het proces is een belangrijk onderdeel van Growing Greenhouses. Die verbinding, die educatie, die kennisuitwisseling, elkaar leren kennen. Dit is een voorbeeld uit Japan, hoe kinderen op jonge leeftijd, op kleinere schaal, Growing Greenhouses realiseren. Ze leren niet alleen maar iets over planten of over techniek of over architectuur. Ze leren veel meer. Wat zij namelijk leren is samen vroegtijdig aan iets groots werken. Dat is wat zij meenemen hun leven lang. Als jij maar wil, als jij maar durft. Heel kort het project. Wij willen een icoonproject, dus dat echt letterlijke gebouw. Met een icoonproces. Geen gebiedsontwikkeling meer. 10 jaar of 20 jaar van tevoren van achter een bureau waarvan de burger maar mag hopen dat het ooit nog betaalbaar blijft. Wij willen vanaf dag 1 samen met mensen, met jullie, dit realiseren. Wij willen die verbinding, en ik kan niet anders zeggen dan dat de afgelopen maanden mijn liefde voor Almere, dat ik die tenminste ontdekt heb. Wij willen educatie, kennisuitwisseling op alle niveaus. Van het kind van 2, 3, wat begint met plantjes planten, tot het liefst hele wetenschap en alle organisaties en besturen en bedrijven, die hebben we nodig. Maar wij willen ook die oma die daar met haar kleinkind naartoe gaat en zegt, is dit niet gaaf? Jammer dat ik dit misschien niet mee mag maken als het over 30 jaar of 10 jaar klaar is. En wij willen smart. En smart in eerste instantie, die mindshift, dit reinvent. Ik denk dat dat de reden is dat ik hier mag zijn. Maar smart ook in die zin, wij willen gebruik maken ook van alle technische mogelijkheden die daar zijn. En daar zijn enorm veel. En alsnog blijft het leuk, naast alles twitteren en LinkedIn en wat er allemaal is, om elkaar face-to-face samen bezig te zijn. We hebben een paar kernwaarden geformuleerd. Dat is ecologisch, vanzelfsprekend, want anders zou ik hier niet staan en zou het ook niet zo'n naam hebben. Economisch haalbaar. Iedereen heeft ons gezegd, educatie is economisch niet haalbaar. Sorry, ik geloof er niks van. Als we educatie niet economisch haalbaar maken, dan weet ik eigenlijk niet waar we mee bezig zijn. Maar ook, wij willen een gebouw met een functie, wat dus geen leegstaand gebouw wordt. En wij willen die innovatie in dat project terugzien. Wij willen niet dat prieeltje in de achtertuin. Dat mag iedereen doen. En ik zou het geweldig vinden om het op onze website te zetten. Maar wij willen natuurlijk iets spraakmakends realiseren. Waardoor dus Almere uit de schaduw van Amsterdam stijgt. Waardoor die mensen uit New York en die mensen uit Berlijn en uit Stuttgart en ik weet niet waarvan allemaal hier naar Almere komen. Internationaal wordt er al over ons gesproken. Ik weet niet of het duidelijk is, maar ze zijn over Growing Greenhouses aan het praten. En dat is leuk en aardig, maar dat is niet de kern van Growing Greenhouses. Growing Greenhouses is iets wat hier heel klein begint. Wat eigenlijk, zeg maar, als mijn ideaal is, die kinderen uit groep 4, 5, 6, die samen met hun basisschool zeggen, wij adopteren dit project en we beginnen op die leeftijd en over 8 jaar vieren wij groots feest in dit gebouw. Wat we eigenlijk heel simpel willen is tijdens dit hele proces samen groeien. Andere manier van ontwikkeling, Almere op de kaart zetten. En ik hoop dat u het leuk vond. Dat was hem. APPLAUS